Hallo, Steven Kazan hier. Nou, als je dit filmpje kijkt, is de kans aanwezig dat je van goochelen houdt. Net als ik. Ja, ik ben een goochelaar. Ik ben jong begonnen. Ik kom uit een familie met allemaal goochelaars. Mijn vader was goochelaar. Mijn broers waren illusionisten. En uiteindelijk ben ik ook het vak ingegaan. Eigenlijk heel erg raar. Want ik was vroeger een heel verlegen jongetje. Ik werd al rood als iemand me aankeek. Maar door het goochelen ben ik daar toch een beetje overheen gekomen. En ja, want ik kon iets wat anderen niet konden. En uiteindelijk ja, is het gegroeid en kan ik nu gewoon op een podium staan. En is het ontzettend leuk om met goochelen bezig te zijn. Want ja, je kan er je fantasie in kwijt. Je kan je verhaal maken zoals je dat zelf wilt. Dus kortom, ik hoop dat jullie net zoveel plezier in het goochelen hebben als ik heb gehad en nog steeds heb. En daarom heb ik even een heel leuk, simpel trucje waar je misschien wel wat aan hebt. Ik heb daarom een pakje met kaarten meegenomen en een doosje. En in dit doosje zit een voorspelling, kan ik je alvast vertellen. En nou vraag ik even om onze cameravrouw om, die kaarten één voor één zo eraf te tellen. En je mag zelf stoppen waar jij dat wil. Dus je mag er één afhalen, je mag er twee afhalen, maakt niet uit. Stop waar jij wil, Jamie. Weet je zeker? Ja. Je wil hier stoppen? Ja. 100% zeker, Jamie. 100% zeker. Nou, dan zeker. Wil ik dat je zelf die voorspelling openmaakt. En kijk dus in het doosje. En zit er een voorspelling in? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, ja, zeker. Dat klinkt toch? Ja, maar ik help je eventjes. Zit er wat in? Er zit een papiertje. En wat staat er op het papiertje? Jij stopt bij de ruiten 6. Nou, kijk eens die laatste kaart waar jij gestopt bent. Wat staat er op die kaart? Is dat de ruiten 6? Nou, het is ongelooflijk. Ja, en dan nu de uitleg. Dit is echt een ontzettend sterk trucje. Mensen zullen echt verbaasd zijn als je dit doet. En het is eigenlijk heel simpel. Wat moet je doen? Je moet van tevoren een kaart uitkiezen waarbij de toeschouwer gaat stoppen. In dit geval heb ik gekozen voor de ruiten 6. Nou, dat schrijf je dan op een papiertje. Dat papiertje vouw je dubbel, stop je in het doosje. En dat is je voorspelling. En nou heb je dus ook nog eens een keertje die ruiten 6. En nu komt het. Die ruiten 6 die zit niet in het spel, maar die heb je verstopt, zo, onder het doosje. Die zit hier, dus dat laat je aan niemand zien. En dan komt het. Dan zeg je van, nou, ik heb een pak met kaarten meegenomen. En een doosje. En in het doosje zit een voorspelling. In werkelijkheid zit de voorspelling hieronder. Maar dat laat je natuurlijk niet zien. En dan zeg je aan de toeschouwer van, nou, haal die kaarten eraf en stop maar waar jij wil. Nou, dan kunnen ze zo gek maken als ze willen. Ze kunnen de 5 kaarten afhalen. Ze kunnen de 20 kaarten afhalen. Jamie, dat doe je fantastisch. Het maakt niet uit waar je stopt. Want de geheime kaart zit onder het doosje. Dan zeg je van, oké, jij wil hier stoppen. Dan zeg je, oké, maak dan het doosje zelf open. En op het moment dat je het doosje dus neerlegt, laat je stiekem die andere kaart op het stapeltje vallen. Dus nu ligt die ruiten 6 hier zo bovenaan. Dus het maakt niet uit. En dat is het hele geheim. Dus als ze dan nu het doosje openmaken en de voorspelling openmaken, staat daar, jij stopt bij de ruiten 6. En dat klopt. Nou, heel veel plezier ermee. En blijf gezond en gelukkig. En wie weet, waar dan ook. Tot ooit.